Met deze verse kruiden oregano en rozemarijn brengen we op smaak onze verse trille en daarbij maken we een insalata pantesca, een typisch Siciliaans salaatje. We gaan beginnen met onze trille schoon te maken. Bij ons trille meer bekend als rouget of zeebarbeel. Die gaan we eigenlijk mooi schoonmaken. We halen eerst de schubben ervan af. Wat ook heel voornaamste is, je mes altijd heel goed geslepen om dat te doen. We gaan onze vinnen verwijderen ook. Mond snijden, anders blijven ze zelfs in de mond plakken. Dan de kieuwen ook. Zo kunnen we onze maag schoonmaken. Deze trille zijn typisch hier van Siculiana Marina aan de zee. De periode van de lente is echt de periode van hun, dat ze er eigenlijk het meeste zijn. Maar trille kun je eigenlijk verschillende dingen mee doen. Ze maken er ook lekkere zoupette soepjes van, met zo kleine spaghettetjes. Onze rougetjes zijn klaar, onze trille. We gaan ze lekker bakken. Klein beetje olijfolie in onze pan. Moet je ze thuis eventueel niet op zijn geheel, kun je ook gewoon de filetjes gebruiken. Eén voor één onze rougetjes trille erin plaatsen. Je ziet ook altijd mooie verse trille, mooi aan die oog. Lekker dat je schroeit in die pan. Klein beetje zeezout. Heerlijk ook die geur. Altijd in contact met de zee. Lekker peper. Je laat ze lekker krokant bakken. Die omdraaien. Kijk eens hier, die mooie verse product. Hoef je gewoon om te draaien. En die geur van die vis. De echte sapore van Mare. Onvoorstelbaar. Klein beetje olijfolie nog om ze lekker op te geven. Kijk eens hier. We gaan er eens een klein beetje teentje look. Altijd lekker voor de smaak. Ik ga gewoon een klein stukje snijden. Dan. We gaan er een klein beetje olijven. Typische olijven van hier. Een mooie zwarte kleur en ook zeer lekkere smaak in je mond. En die pulp is ook wel lekker stevig. De pastalones zijn typisch van de streek van Agrigento. In de kanten van Trapani heb je de olive del Belice, waar ze heel veel van de olijfolie van maken. We gaan deze olijven in onze pan plaatsen met onze verse kruiden. Rosmarino en oregano. Gaan we die op smaak onze trille brengen. In België gebruiken wij heel weinig rosmarijn bij vis. Maar dat heeft hier zo'n verfijnde smaak hier. Niet zo sterk. Dat past er heel goed bij. Die oregano wordt ook hier altijd gedroogd op alle daken van die huis. Dat die zon daar mooi kan drogen. Als ene keer die oregano gedroogd is van die zon, dan malen ze dat heel fijn. Je ziet ook, dat wordt heel veel gebruikt voor pizza's. Zo. Deze gaan we heel fijn snijden. Zo fijn mogelijk. Onvoorstelbaar die geur van die oregano en die rozemarijn. Niet zo sterk, maar heel aangenaam. Onvoorstelbaar. Dan gaan we eigenlijk lekker kruiden erop plaatsen. Die geur, die olijven, die trille. We gaan die blussen met witte wijn. Eén keer dat we met witte wijn hebben geblust, gaan we onze kappertjes erbij plaatsen. Die zijn eigenlijk kappertjes onder zeezout. Zo bewaart eigenlijk beter. We gaan onze trille op laag vuur laten inkoken. We gaan onze insalata pantesca klaarmaken. Daarvoor heb ik kriel aardappelen nodig, gekookt. We gaan ze plaatsen in kokend water. Typisch een salade van Pantelleria. We gaan ze eigenlijk een klein beetje zeezout bijplaatsen.
Onze krielaardappelen zijn aan het koken. We hebben ook tomaten nodig. Ajuin. Kapperkes. En olijven. En natuurlijk onze verse kruiden. Rozemarijn. En oregano. Voor een originele insalata pantesca moet je je ajuin in ringen snijden. Liefst niet te dik. Als je eventueel thuis ook wat rode ajuin hebt, ook geen probleem of zo. Die plaatsen we hierin. Heerlijk als het zo warm weer zo'n salaatje maken. Ook die tomatenbons hebben heel veel water. Hier zijn ze eigenlijk, ja, onbeschrijfbaar hoe ze zijn. Ook de kontje kunt je opeten, dat smaakt ook nog. Die vrucht erin moet je zien, is fantastisch. Olijven, die gaan we zo laten op zijn geel, want die hebben er een lekkere bij dan. Kapperkes, ook lekker die zeezout erop. Kapperkes, dat vind je hier overal. Dat zijn eigenlijk van die planten die gewoon hier groeien en waar die bloemknoppen nog niet open zijn van gegaan. Ook die smaak, dat is gewoon geweldig. Dat is eigenlijk iets, als mijn nonna van plant komt, heeft ze dat altijd bij, bijna. En eigenlijk zet mijn nonna dat onder zeezout of onder azijn, zo wordt dat nooit slecht. En dan bij gebruik gewoon afspoelen. We gaan ook onze gekookte krieltjes erbij halen. We gaan ze laten afkoelen. Kijk eens hier, probeer eigenlijk in die kleine aardappeltjes altijd, lekkere smaak. We gaan die vel ervan verwijderen. Heerlijk ook die aardappelen van hier, gewoon, kijk eens hier. En laat je ze een klein beetje afkoelen. Gaan we een klein stukje erbij snijden. En dat is eigenlijk een typisch salade alla pantesca. Eigenlijk, je ziet het, gewoon gekookte aardappelen. Wat uienringen, tomatjes, olijven, kapperkes en je salade is klaar. We gaan onze aardappeltjes een klein stukje snijden. Het is ideaal als je thuis een barbecue hebt of zo, om dat te doen. Dan heb je een fijne sfeer, dat Zuiderse sfeer bij je thuis. En dan kijk eens hier onze aardappeltjes, mooie plaats. En ze mooi afkruiden. Onze zeezout, zalig die fijne zeezout. Klein beetje peper. Olijfolie. En nu gaan we onze verse kruiden aan toevoegen. Dat gaat gewoon een bom van smaken zijn, die verfijnde smaken. We gaan die heel fijn malen. Kijk eens hier. Zalig aan het begin. Nu gaan we ze mooi mengen. Kijk, en ook die kleuren zijn mooi. Mijn opa kwam zoals altijd en overal te voet. Ik ben er zeker van dat hij een lekker bordje vis en sla met de juiste kruiden kan gebruiken. En ook een glaasje wijn. Onze insalata pantesca is klaar en we halen nu onze trigger erbij. Die smaken onvoorstelbaar. We gaan onze trigger dresseren. Klein beetje olijfolie. Die olio crudo van hier is altijd geweldig te gebruiken. Die foglia van die oregano, fantastisch. Ik ben klaar, ik ga serveren.